Een bromfietser is maandagmorgen gewond geraakt bij een ongeval op de Fresse Venweg in Bergijk. Het slachtoffer kwam daar kort voor 8 uur frontaal in botsing met een auto die waarschijnlijk net vanuit een uitrit de weg op was gedraaid. De bromfietser is door de ambulancedienst met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De ravage die op de weg achterbleef was groot. De verkeersspecialisten van de politie zijn ter plekke begonnen met een onderzoek.